Ik heb nog nooit tussen zoveel hijgende vrouwen gestaan. Maar dat is niet zonder een reden. De oplettende kijker die had al kunnen weten afgelopen week waarom. Ik wil niet op de zaken vooruit dansen. Laten we eerst gaan kijken hoe het allemaal is begonnen. One Billion Rising is een organisatie die opstaat voor rechten van de vrouw, met name geweld tegen vrouwen. En 1 billion staat voor het feit dat 1 billion vrouwen, dus 1 miljard vrouwen in Nederland, in hun leven te maken hebben met geweld. En dat geweld, dat kan verbaal zijn, dat kan fysiek zijn. Dat is niet alleen ver van ons bed, dat is ook om ons heen, vaak heel stil om ons heen. Wij vinden het heel belangrijk dat onze studenten, naast dat ze goede dansdocenten worden, ook maatschappelijk een betrokkenheid en een verantwoordelijkheid hebben. En dit is een van de dingen waarvan wij zeggen, ja, belangrijk voor ons, belangrijk voor de studenten, belangrijk voor de maatschappij. Ik heb in 2013 de 1 Billion Rising binnen de Fontys Academie voor Danseducatie geïmplementeerd. En vanaf die tijd doen we dit jaarlijks, dit event. Het is ontzettend leuk om te zien dat sommige kinderen zichzelf hebben opgegeven die eigenlijk helemaal niet zo super dansers zijn, maar die het gewoon heel erg leuk vinden om zoiets mee te doen. En ja, hier zie je ze dus samenwerken met de studenten van de dansacademie om nog het laatste puntje op de i te zetten, dat het er toch echt een beetje flashy uitziet. Nou, en dat zie je wel, dat lukt wel aardig. We hebben 2 keer op school geoefend en nu zijn we hier met een hele groep aan het oefenen. En straks gaan we dan naar het Pieter Vreedeplein. Spannend? Nou, ik begin toch wel een beetje de zenuwen te krijgen, omdat ik weet wie er komen en zo, en mijn ouders en zo, dus ja. We staan dit jaar op het Pieter Vreedeplein. Hoe gaan we volgend jaar nog groeien? Ik denk meer scholen, meer middelbare scholen. En we proberen om te kijken of de andere dansacademies in Nederland misschien op hetzelfde moment tegelijkertijd de RISE willen aangaan. Dus. Meer scholen, zegt u inderdaad, daar kom ik bij u. Uw school doet namelijk vandaag ook mee. Hoe is dat zo gekomen? Ja, we hebben natuurlijk presentaties van vorige jaren laten zien en verteld waar het over gaat. En ja, waren er zo'n man of 80 die zeiden, nou, wij zien dat wel te zitten en wij komen 2 middagen repeteren. En wij vinden dat helemaal te vet om mee te doen. Ja. Gaat u nou volgend jaar de andere tourcolleges er ook in meeslepen? Nou, dat is wel een goed plan, ja. Er zijn er een hoop, dus dan kunnen we wel een iets groter plein afhuren, denk ik, voor dit. Ja. Moeilijke dans? Nou ja, als je hem op het begin ziet, je denkt wel dat het een hele moeilijke dans is, maar als je het een paar keer oefent, dan valt het redelijk mee. Nee, het zit erop. Een paar minuten geleden stonden we hier nog te dansen. Hoe kijk jij erop terug? Ja, in één woord, makkelijk. Ja, het is echt een kick. Gewoon met z'n allen, in één grote massa. En ja, gewoon de danskunst is voor mij de mooiste kunst die er is. En ik vind het fantastisch om met dans dit te kunnen uiten en hier te kunnen opstaan. En gewoon, ja, alles eruit te gooien wat we in ons huis hebben. Ja. Ben je trots? Super trots. Op 4 moet ik zeggen? 4 ook. 4 en trots. Alles. Ja. Gewoon wat we op zo'n korte tijd hebben bereikt. Het is echt ja, zo onbeschrijfelijk eigenlijk. Echt, ja, dat raakt mij. Ja. Volgend jaar dans jij ook mee, toch? Zeker. Ieder jaar. Ik reis ieder jaar mee. Sowieso.